Nou, vertel, wat is de reden van je komst? Wat zou je graag willen verbeteren? Ik zou graag wat vollere lippen willen. Mm-hmm. En dan met name mijn bovenlip. Ik vind zeker als ik lach, vind ik die gewoon te klein. Ja. Dus ik zou boven en onder wel wat voller, meer volume erin willen. Ja, en op het moment dat je lacht, vind je het te klein. Maar als je in rust bent en niet lacht, dan mag je ook iets groter zijn? Ja. Prima, je wilt dus je bovenlip wat voller. Alleen, we moeten wel de verhouding van boven en onderlip een beetje in ons achterhoofd houden. Omdat er een mooie verhouding is dat de onderlip ongeveer anderhalf keer zo groot is als de bovenlip. Dus op het moment dat we alleen je bovenlip in gaan spuiten, is het vaak een klein beetje een vreemd gezicht. Dus we moeten absoluut je onderlip daarin meenemen. Ja. Nou, we gaan je behandelen met een hyaluronzuur. Dat is het meest vergevingsgezinde materiaal. Dat is ook een onderdeel van je eigen huid. Dus dat is heel erg makkelijk om in te brengen en ook heel veilig. Omdat je jong bent, kan je makkelijk wat vollere lippen hebben. Ben je 20 jaar ouder, dan heb je meestal alleen een klein beetje je bovenlip, dat je de lippenrand die je wat opvult. En nu gaan we ons concentreren ook op het lippenrood, want dat mag eigenlijk een klein beetje omkrullen, waardoor je iets meer lippenrood gaat zien. En dan gaan we dat in boven- en onderlip doen. Dan doen we het natuurlijk een klein beetje met een verdoving, want je lip inspuiten is eigenlijk in je gezicht het meest gevoelige gedeelte. Emmervel is een hele mooie gladde gel, een hyaluronzuur, wat minder korrelig is om aan te voelen. Vandaar dat ik het uitermate geschikt vind voor de lip. Het is zacht om aan te voelen, het geeft toch aardig wat volume. En er zijn er helaas een aantal producten die ontzettend zacht zijn, maar helaas heel weinig volume geven. Er zijn er ook een aantal die juist het tegenovergestelde hebben. Aardig wat volume geven, maar helaas ook vrij korrelig en hard aanvoelen. Dit vind ik het op zich het ideale middel op dit moment voor de lip. Ik kan niet meer praten. Ik kan niet meer praten? Goed zo. Meneer Pokerface, dat is zo gevoel, ja, het is helemaal verdoofd, het hele stuk. Ik ga het nu nog eventjes heel goed schoonmaken met alcohol en desinfecteren. En daar is het goed steriel. En dan mag je daar niet meer met je handen aankomen, want anders is het niet steriel meer. Ik ben namelijk heel snel geneigd om, als ik vraag van goh, hoe voelt het, hoe is het, om heel erg snel met je vinger daar naartoe te gaan om te voelen, omdat het ook zo heel erg gek aanvoelt door de verdoving. Dat moet je eventjes niet doen. Oké. Ja? Mm-hmm. Ik ga nu beginnen met alleen je lippenrand, hè, om die een heel klein beetje te accentueren. Daarna gaan we naar lippenrood, want juist lippenrood wil je als jong persoon wat meer volume laten hebben, dat je een heel klein beetje meer dat lippenrood gaat zien. Ja? Maar we beginnen eerst in het lippenrandje. Wat ik nu ga doen is een klein beetje het zogenaamde filtrum accentueren. Sommige mensen noemen dat het slotgootje, dan weet je een klein beetje wat ik bedoel. Dat zijn die lijntjes van boven naar beneden, waardoor het driehoekje hier wat meer geaccentueerd wordt. Dat is net een klein beetje mooi. Het is een heel klein beetje, maar het is net een beetje mooi. Nu zit het lippenrandje klaar, dan gaan we verder met je lippenrood. Mag je de mond een heel klein beetje open doen? Heel goed. Dan gaan we het lippenrood. Precies op het grensje tussen je lippen. Het droge gedeelte van je lip en het natte gedeelte. Dat is te doen. Oké. Mag je weer je mond openen? Nou, je lip gaat nadat ik dit heb
ingespoten. Redelijk zwellen, hyaluronzuur trekt behoorlijk wat vocht aan. En je lip bestaat uit slijmvlies, dus dat gaat behoorlijk zwellen. Dus je mag het een klein beetje koelen straks. En wat je niet moet doen, is vandaag nog gaan sporten. En liever de eerste week niet in de sauna of onder de zonnebak. Oké. En de zwelling zal vanavond, eventueel morgenochtend, redelijk groot zijn. Dan zie je dat je echt behoorlijke grote lippen hebt. Dan denk je, god, dat was niet de bedoeling. En langzamerhand gaat het weer terug naar wat je meteen na de injectie zag. En dan is het goed. En dat is ongeveer over een weekje heb je een beetje een eindresultaat. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!